In het voorjaar van 1943 besluit de Duitse bezetter dat alle Nederlanders een radio moeten inleveren. Wie dat niet doet, riskeert gevangenisstraf of erger. Toch besluit mijn vader, architect Jan Beks uit Oorschot, onze radio niet in te leveren, maar te verstoppen. Via die Radio Oranje konden wij de oorlog volgen, zeg maar. Waar de Duitsers zaten, hoe dat allemaal liep en dergelijke. Want van de Duitsers kregen wij niks te horen natuurlijk. En op een gegeven moment, toen zijn ze dus gaan zeggen, die radio's moeten ingeleverd worden. Dan zijn we daar vanaf. Veel mensen hebben hem toch niet ingeleverd, mijn vader ook niet. Hij had de radio verstopt en hij had de motor verstopt. In 1943, toen hadden de Duitsers al veel verliezen geleden en zo. En die motoren die konden ze voor het best gebruiken. Ook de fiets, hè. Als je met een fiets buiten kwam, dan was je hem al kwijt bijna. Hè. Die moest je meteen inleveren. En dat was met de motoren ook. En daarom heeft hij die toen ook verstopt. Achter ons huis was nou een bijbouw en dat was de keuken. En boven die keuken, dat was een vliering. En daar kon je gewoon niet opkomen. Er was geen trap naartoe. Dan lag die radio en de motor ook. Die hadden we uit elkaar gehaald, gedemonteerd. En die lagen daarop. Ja. En ja, die konden ze eigenlijk bijna niet vinden. Er woonde in Oorschot hier een man en die was erg voor de Duitsers. En omdat mijn vader die had geen motor meer en die was architect en die had, dan moest hij lichtdrukken laten maken. En dan moest hij naar Eindhoven en dan moest hij met de bus. Dan reed je op een gegeven moment naartoe met de bus naar Eindhoven. En daar zat ook die zekere meneer die voor de Duitsers was. Die zat ook in die bus. Toen zei hij, zo meneer die en die, je hebt een mooi baantje bijgekregen. En dat bedoelde niet mee dat je voor de moffen werkt. Hè? Mijn vader die kon zijn mond nooit houden. Wat hij dacht, dat zei hij dan. En, maar toen keek hij hem na en toen liep hij recht naar de ortscommandant, dat kantoor, en dan ging hij binnen. En waarschijnlijk heeft hij toen op dat moment, als een soort wraakgevoel of weet ik wat, gezegd dat, ja, dat mijn vader een radio en motor had. Op een dag stond ortscommandant Weber met twee sergeants bij ons aan de deur. En toen zeiden ze dat ze de radio en de motor kwamen vorderen. Ja, en dat we die in moesten leveren, dat we die nog hadden. En toen zei mijn vader, die heb ik helemaal niet meer, want die heb ik al verkocht. Maar zij wisten dat dat niet was. En toen hebben ze dus het hele huis doorzocht. Toen was ik 9 jaar. Ja, dat kan ik me goed herinneren. Ze waren behoorlijk kwaad. Vooral ook omdat ze wisten dat die jokte. Maar ja, mijn vader die werd zelf ook steeds bozer eigenlijk, hè? Want op een gegeven moment dan interesseert u dat niet, maar dan denkt hij, het is wel goed met jullie. Hè? Nou, en toen zeiden ze, ja, we nemen u mee, u gaat naar kamp Vught. En toen zei hij nog niks. Toen dacht hij, het zal nou al loslopen, maar dan liep het eigenlijk niet. En toen hebben ze me geboeid meegenomen, toen heb ik hem nog nagekeken. Ik zie hem nou nog over de markt lopen met die twee sergeants langs hem en Weber dan erachter. Ja, en toen gingen ze naar het gemeentehuis en daar was toen burgemeester Steger. Nou, toen heeft hij onder vier ogen verteld dat hij verraden was. En dat hij het gewoon moest aanwijzen wat hij lag, want ja, anders ging je naar kamp Vught en dan wist je niet of je nog ooit terugkwam. Ja, toen heeft hij het dus verteld, dus toen is hij teruggekomen naar huis. En toen zei hij, ja, daar ligt het. En toen moest hij zich iedere week melden bij de ortscommandant in Eindhoven. Je moet daar als een kleine jongen komen vertellen
ja, hier ben ik weer. He? Ja, daar was geen figuur voor, helemaal niet. Nee, dus hij vond het helemaal niks, maar ja, het moest gewoon. Ja.